nog een klein kantje hoor. Het is nog niet gebeurd. Kan hij daar dan nog bij komen of gaat het weer liggen? Het is Roelofs die het sterkste lijkt te zijn in deze. Dat is twee keer in de week gewoon niet meer hoeven kiezen. Wel of niet, hè? Gewoon de keuze is meteen gemaakt dan. Zeg nou, dit is een Mighty Chelsea. Nee, Erik Peters van Green Team. Dan gaan we kijken naar Chris Verstappen. Die zit daar dan top 4. Dat lijkt me dan wel te zijn. Van Roepveld is op die vierde plekje vooraan. Is het hard gegaan? Die heeft toch een klein gaatje gemaakt. Verstappen gaat top. Laurensen die daar vooraan zijn. Peters van Green Team zit daar tussenin. Maar de winst is niet in ieder geval voor Laurensen.